Nou, deze animatie ga ik even kort toelichten. Ik ben van de visiegroep Vrouw in Altena. U heeft ons vast zien lopen. Wij zijn al de bruiden van Altena genoemd. Maar wij staan met onze witte jurken voor een transparante, open overheid. Open gemeente. Wat wij heel belangrijk vinden, dat is dat er geen sprake meer is van burgerparticipatie. Overheid bepaalt, burger mag meedoen. Ook geen sprake van burgerparticipatie. Burger bepaalt, overheid doet mee. Maar wij willen eigenlijk naar een gemeente die functioneert als een soort living lab. Waar met elkaar van onderaf met elkaar gekeken wordt van wat zijn de uitdagingen waar we voor staan. Wat zijn de problematieken waar we voor gesteld worden. En wat kunnen we doen om gezamenlijk een antwoord op die uitdagingen te vinden. Wij zouden Vrouw in Altena niet zijn als wij niet ook iets zouden bedenken wat heel goed bij ons past. En we hebben eigenlijk in de visiegroep tegen elkaar gezegd, eigenlijk zien wij de gemeente als een soort vrouw des huizes. En wat doet die vrouw des huizes? Die zit klaar thuis met een kopje thee, die heeft een luisterend oor, die weet wat er in haar gezin speelt. Die is in staat om haar gezinsleden een duwtje in de rug te geven, maar die kan ook weer loslaten op het moment dat ze denkt, hé, mijn gezinsleden moeten de eigen verantwoordelijkheid nemen. Ze pampert dus niet, maar gaat kijken van wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat gezinsleden, vertaald in de metafoor de burgers van het land van Heusen en Altena weer, in hun kracht kunnen komen te staan. We hebben daarbij gezegd, en dat was heel moeilijk, want we kwamen in eerste instantie uit op 20 speerpunten, maar we hebben gezegd, we kiezen er 6 uit die wij heel belangrijk vinden vanuit het oogpunt van die vrouw des huizes. Eentje heeft u net voorbij zien komen, dat is huisvesting. Want we hebben tegen elkaar gezegd, als je geen dak hebt boven je hoofd, ja, dan kun je aan allerlei andere dingen denken, maar dat is eigenlijk wel een hele belangrijke basisvoorziening. Dus de vrouw des huizes, de nieuwe gemeente, die stimuleert het huisvestingsbeleid. Die denkt niet in regels en procedures, maar in kansen en in mogelijkheden. En ze stimuleert haar gezinsleden om in het land van Heusen en Altena te blijven. Want wat wij in de praktijk heel veel zien gebeuren, dat is als kinderen gaan studeren, trekken ze weg. Vervolgens blijven ze weg, komen ze niet meer terug. En dat vinden wij heel jammer, want er is zoveel potentieel in het land van Heusen en Altena aanwezig. We hebben één heel belangrijk icoonproject uitgewerkt. Daar ga ik niet heel veel over vertellen hier. Komt u vooral nog naar onze stand toe, maar dat is het idee van de kangaroewoningen. Als je de cijfers ziet van de vergrijzing, ook in ons plattelandsgebied, dan is dat best even schrikken. Dat betekent dat wij verwachten dat vanuit het idee ook van zo lang mogelijk zelf thuis blijven wonen, dat er ook steeds meer gezinsleden de verantwoordelijkheid nemen voor hun ouders. Daarmee denken wij ook die hoogopgeleide, getalenteerde jeugd uit het land van Heusen en Altena weer terug te krijgen naar dit gebied. Om hier te wonen, maar ook om voor hun ouders te zorgen. En er is een heel mooi initiatief. Waar wordt nu over gesproken en dat is het realiseren van kangaroewoningen in Veen en misschien wel met gebruikmaking van leegstaande bedrijfspanden. En Fientje die weet daar heel veel meer van. Wat we ook heel belangrijk speerpunt vinden, dat is educatie. Want als je niet in staat bent om je leven lang te leren en bij te leren, dan wordt het heel moeilijk om te participeren in de samenleving. En je ziet in de praktijk dat mensen die bijvoorbeeld niet taalvaardig zijn, heel snel toch een kans hebben om buitengesloten te worden. En de vrouw des huizes, onze nieuwe gemeente, wil natuurlijk niet dat er burgers zijn die buitengesloten worden. Het bestrijden van lage geletterdheid, het ontwikkelen van technische vaardigheden, vinden wij dan ook echt enorm belangrijk. En er zijn 2 icoonprojecten die wij hebben uitgewerkt. Het ene icoonproject heeft ermee te maken van hoe spoor je nou laaggeletterdheid op de werkvloer op. Want laaggeletterde medewerkers die zijn minder productief voor het bedrijf. De kans dat er fouten worden gemaakt is groter. En als bedrijf wil je natuurlijk heel graag dat je medewerkers zo taalvaardig zijn, dat ze goed kunnen functioneren, dat ze goed kunnen meedoen en dat ze goed met elkaar kunnen samenwerken.
We hebben daarom een project voorgesteld waarbij op de werkvloer in bedrijven, bij ondernemers, leidinggevenden worden getraind om laaggeletterdheid te herkennen, bespreekbaar te maken, want dat is ook echt nog een groot probleem. Het taboe is heel erg groot. En ook echt actie te ondernemen. En we willen dat eigenlijk graag doen door mensen op de werkvloer daar zelf ook voor te trainen. Zodat als wij dat goed hebben opgezet, de bedrijven eigenlijk dat zelf kunnen oppakken. Wat we zelf ook heel belangrijk vinden, dat is een goede sociale cohesie. De vrouw des huizes zet haar deur wijd open. En dat doet ze omdat er heel veel interessants in haar eigen omgeving te vinden is, maar ook daarbuiten. We hebben allemaal nog niet zo heel lang geleden de discussie gehad over de komst van vluchtelingen en statushouders. Wij vinden het heel erg belangrijk dat die vrouw des huizes oog heeft voor wat er in de samenleving speelt. Dat zij weet welke angsten er onder haar burgers leven. En dat zij die angsten ook bespreekbaar maakt. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat vluchtelingen en statushouders ook echt een kans kunnen zijn en iets kunnen toevoegen aan onze eigen identiteit. En we hebben dat ook genoemd. Je moet het nieuwe omarmen, maar je moet het bestaande ook koesteren. Gezondheid, hij is al een paar keer voorbij gekomen. Maar onder het motto, een gezonde geest in een gezond lichaam, zeggen wij, bewegen en sport is enorm belangrijk. En die vrouw des huizes, die nieuwe gemeente, die moet dan ook echt zorgen voor samen met de burgers de ontwikkeling van een goed sportbeleid. Een goed accommodatiebeleid. En stimuleren bij haar gezinsleden, de burgers, dat zij actief en gezond blijven. En in ons plattelandsgebied heb je ook prachtige initiatieven op het gebied van duurzaam en gezond eten. En wij vinden dat het ook een taak is van de vrouw des huizes om dat gezonde eten te promoten en te initiëren onder de gezinsleden. Er is nog één aspect dat we eigenlijk echt willen benadrukken en dat is voor de inzet daarvan zijn vrijwilligers enorm belangrijk. En wij zien voor die nieuwe gemeente ook echt een belangrijke rol als het gaat om het samen met de burgers zoeken naar wie wil zich inzetten, welke vaardigheden hebben de mensen in te brengen, wat missen ze nog, waar hebben ze een stukje coaching in nodig, waar moeten we ze nou in stimuleren. En het mes snijdt dan aan twee kanten. Je werkt enerzijds aan het bewegen en de sportiviteit van je gezinsleden. En anderzijds ook aan een stukje participatie. Want die inzet van al die vrijwilligers betekent ook dat die mensen weer kunnen meedoen aan de samenleving. Duurzaamheid ga ik niet al te lang op in. Want duurzaamheid is een thema dat u al heel vaak voorbij hebt zien komen. Dus ik ga ervan uit dat er ook andere visiegroepen zijn die dat heel goed hebben uitgewerkt. Maar we vinden het wel belangrijk om aan te geven dat die vrouw des huizes, die ziet ook om naar de aarde. Die vindt het belangrijk dat zij zelf en haar gezinsleden nadenken over de ecologische voetstap die ze achterlaten. En ze wil natuurlijk ook graag dat haar huis over een paar eeuwen nog steeds schoon is. De laatste die we hebben benoemd is ondernemerschap. Er is al heel veel ondernemerschap in het land van Heusen en Altena. Dat moeten we koesteren, dat moeten we ondersteunen. En wij vinden dat die vrouw des huizes, die nieuwe gemeente, echt ook het ondernemersklimaat moet stimuleren. En dat betekent niet al te veel vasthouden aan regeltjes en procedures, maar steeds kijken van wat is er nodig en waar kunnen we het toch zo plooien dat we ook een stukje innovatie creëren. Om af te sluiten. Wij zien dat straks het fysieke gemeentehuis nog wel bestaat, maar daarnaast zijn er ook nog andere vormen. Wij denken bijvoorbeeld aan een gemeentetruck die langs alle kleine kernen rijdt op gezette tijden, waar de burger, gezinslid van de vrouw des huizes, welkom is om een kopje thee te drinken. Waar de gemeente informatie ophaalt, informatie uitwisselt en deelt. Je zou ook kunnen denken aan een pop-up gemeentehuis dat oppopt op het moment dat daar behoefte aan is. Wat we eigenlijk hebben gezegd, dat Living Lab waar ik mee begon, dat idee van het inzetten van de wijsheid eigenlijk van het collectief, de gezamenlijke inwoners van het land en Heusen en Altena, dat zien we eigenlijk als een echt absolute voorwaarde om straks het beste zeg maar uit onze regio en uit onze
burgers te halen. Dat was die. Dankjewel.